Als je iets wil weten over Sola, dan moet je naar Sola Plaza gaan. Want die organiseren over de hele wereld conferenties. Hier in Rotterdam in het Groothandelsgebouw. Edwin Coat is de oprichter van Sola Plaza. En hoe oud is Sola Plaza nu? We bestaan nu meer dan 10 jaar. Okay, hoeveel conferenties organiseren jullie dit jaar? Dit jaar gaan we 14 conferenties all over the place in de wereld organiseren. Van dat varieert? Van Chili tot China, van Zuid-Afrika tot naar het noordelijkste zal Londen zijn dit jaar, of Nederland. Ook in de woestijn, Saudi-Arabië? Saudi-Arabië gaan we weer heen, daar zijn we al 2 keer geweest. En dat is natuurlijk een hele aparte beleving om daar over zonne-energie te praten. Okay. Even terugkijken, 2014, hoe was dat voor jaar? Welk jaar, welke gebied ging omhoog? Wat zijn de opkomende gebieden? Opkomende gebieden, absoluut India, absoluut Amerika, absoluut Japan. Eigenlijk het enige gebied wat het naar beneden gaat is Europa, met uitzondering van Europa Engeland. Is weer heel triest, behalve inderdaad Engeland. Die zijn enorm bezig inderdaad, ook met wind, maar ook met solar. Ja, en dat is omdat ze daar nog een flinke subsidie hebben. Ja. En je zei volgens mij dat India gaat, hoeveel gaat die bouwen? India gaat de komende 5 jaar 100 gigawatt bouwen. En om een ideetje te hebben, in Nederland zitten wij nu ongeveer op 1 gigawatt. En dat gaan zij in 5 jaar plaatsen. Ja, en dat is eigenlijk 2 keer zoveel als Duitsland. Dat is meer dan 2 keer zoveel, dat is 3 keer zoveel als het tot nu toe in Duitsland staat. Okay. Hoeveel zijn we nu bij een prijs per kilowattuur? Wat is nu ongeveer het gedachtegoed van een systeem, zeg maar? Zit dat al op de 6 cent of de 7 cent of 5 cent? Hangt natuurlijk af per regio. In Nederland zit je denk ik, we zeggen 18 cent is haalbaar. En in Chili, waar nu ook een hele grote groeimarkt is, daar is 8 cent mogelijk. En India gaat het naar 8 dollar cent toe. Dus dat geeft een beetje een idee. Nou, de komende jaren gaat dat verder zakken naar 6 cent. En ik denk rond 2030 zitten we rond de 4 cent. Ja, in 2050 1,5 centen, ja, in sommige gebieden. In sommige gebieden, niet overal, ja. Nou, is wel heel mooi. Het wordt de allergoedkoopste energiebron aller tijden, maar het werkt maar 10% van de tijd. Hoe gaan we dat oplossen, dat we het tijdens de winter en tijdens de andere momenten iets hebben? Ja, nou, de grote next wave, zoals ik hem zie, is storage, energy storage. Het gaat gewoon straks, zonne-energie is een uitgangspunt, is zo goedkoop. Ja. Dus de belangrijke vraag is, hoe gaan we ermee om? Opslag. En dat wordt gewoon de next big thing, qua ontwikkeling, qua technologie, qua concept, business. En hoe is dat gelaagd? Is dat zeg maar aan de onderkant is dat batterijen in het huis, zeg maar? En wanneer is het waterstof of gas? Nou, waterstof zie ik nog niet direct zo gebeuren, maar wat een optie is, zoals je heel goedkoop zonnestroom hebt, om die stroom om te zetten in aardgas. Dat is eigenlijk de omgekeerde weg. In plaats van dat we van aardgas stroom gaan maken, gaan we vanuit stroom gaan we aardgas produceren. En dat is een betere weg dan waterstof? Nou, dat. Ik denk dat het makkelijk is. We hebben natuurlijk al die infrastructuur. Maar hoe dat zich gaat ontwikkelen. De ontwikkelingen gaan zo snel dat niemand durft verder vooruit te kijken dan 5 tot 10 jaar, zeg maar. En wat nou gaat winnen, dat is niet te zeggen nu. Je hebt over de goeroes die jullie overal op die conferenties neerzetten. Wat zijn de grote goeroes op solar storage, dat soort zaken? Nou, voor solar zijn er een heleboel die wij kennen natuurlijk. Omdat we over die conferenties, Jeremy Laggett vind ik zelf een goede. Maar ook de CEO van een Solar Direct, Thierry Leperc, een hele grote voorloper. Loper in ontwikkeling bedrijven die nu de allergoedkoopste zonnestroom van de wereld kunnen produceren. En hoe is het met Elon Musk en zijn neefje? Timmeren heel hard aan de weg. En is natuurlijk een voorbeeld voor heel veel partijen. En involved in storage en in EV, electric vehicles en in zonne-energie. En die gaan het allemaal bij elkaar brengen. Dus dat is ook heel spannend. Dus Amerika is ook absoluut the place to be. Ja. Nou zag je gigantisch groeiende markt, enorme gigawatts overal spuiten de grond uit en aan de andere kant gingen een heleboel leveranciers gewoon failliet. Hoe gaat het daarmee met de gezondheid van de zonne-energiefabrikanten? Nou, die is goed, alleen die is verplaatst. Dus de meest gezonde figuren, gezonde bedrijven, die bevinden zich nu in China. En die hebben ook wel moeilijke tijd gehad hoor, want er is een terugslag geweest. Maar die krabbelen weer op en ik denk dat er nu een periode aan gaat breken waarin we geen afhankelijkheid van subsidies meer hebben. Zonne-energie is gewoon competitive, en kan daardoor de markt eigenlijk nu oneindig gaan groeien. Want niks houdt het meer tegen. Er is niet een einde van een subsidieregeling die kan zeggen van nou stort de markt weer in. Ja. En dus zul je zien dat een paar grote bedrijven en 7 van de 10 grootste bedrijven zijn nu in China gevestigd. Ja, die gaan heel groot worden. Dus Amerika heeft de boot gemist, Europa heeft de boot gemist. Of de Amerika en de Duitsers hebben nog fabrieken die ze leveren, zeg maar, hè, zonnelijnen. Maar wie winnen er nog wat eigenlijk? Dus de productie zit in China. Ja, maar de vraag is of je ook in de productie wil zitten. Net zoals dat de productie van flatscreens ook niet de meest lucratieve business is om nog in te zitten. Het geld wordt straks verdiend downstream. Is nieuwe businessmodellen, nieuwe soorten energiebedrijven, een nieuwe manier waarop je services aanbiedt. Daar verdien je geld mee en niet met de productie van een zonnecel of een zonne-energiemodule. Okay. Wat is nu je grootste conferentie die je nu levert?
De grootste die we doen is in San Francisco in Amerika. En die gaat over de operation, maintenance, onderhoud van grote zonne-energieparken. En het asset management. Zie zonne-energie als vastgoed van de toekomst. Je investeert erin en dan ga je portfolio's bouwen. Die ga je financieren, herfinancieren. Dat hele pakket, daar zijn we in marktleider in de wereld in. En dat, die conferentie organiseren we in de eerste week van april in San Francisco. Ja, dus een hele toegepaste conferentie voor mensen die gewoon grote bakken met die dingen hebben. Dus dat is al eigenlijk gewoon helemaal voorbij. Alles met visie en alles met inspiratie. Dat gaat gewoon, hoe kun je het beter doen? Nou ja, ik weet niet of het zonder visie is. Want uiteindelijk zijn dat straks de pensioenfondsen die zeggen, ja, doe mij, ik wil een portfolio van zoveel gigawatt met zonne-energie, met alles erop en eraan. En dat soort partijen gaan nu die markt inkomen. Dus dan is het onderwerp misschien een beetje saaier, maar nog wel heel visionair. En maar we doen ook andere conferenties. We doen ook bijvoorbeeld Renewable Energy Crowdfunding. Hè? Ook nieuwe ontwikkelingen in financieringsgebied. Die gaan we organiseren in Londen weer voor de tweede keer. En dat is natuurlijk heel, ja, eigenlijk vernieuwend ook. Vorige keer deed je dat met 5 mensen. Hoeveel mensen werken nu bij SolarLab laatst? We zijn nu met meer dan 20 mensen. Dus het gaat goed. Oh, ben je al benaderd voor, door een interessant uitgever? Nee, het is veel te leuk om het allemaal zelf te doen. We gaan veel te leuk om met nieuwe ontwikkelingen bezig te zijn en in nieuwe markten nieuwe dingen neer te zetten. Vanuit Rotterdam, het groothandelsgebouw, zeg maar, hier is Solar Plaza en we hebben de update weer gehad. Dankjewel. Alsjeblieft.